Oké, pa, we hebben er inmiddels een drankje bij genomen. Dat mag, want het is einde middag, ja. Hè? Op een vrijdagmiddag. We hebben al een heleboel... Nou, in principe heb ik wel een beetje problemen mee, maar... Ik niet hoor, ik vind het gezellig nu. Maar we komen eigenlijk ook wel een beetje bij de fase waarin... we hadden het net over dat jij zo heel druk was. Hè? Ja. Je was druk met trompetspelen, Gebroeders Brouwer, Klaas-Jan Mulder, producer, KM, Clarion Singers, John de Mol. Super druk was je. En alsof dat nog niet genoeg was, want je hebt ook nog een andere grote liefde, dat is dammen. Ja. Hè? Naast trompetspelen, dammen heb je ook je hele leven gedaan. Besloot je ook ergens nog een werelddamtoernooi te organiseren? Ja. Maar dan ben je niet goed wijs, hè? Nee. Nee. Ja, je zegt wel eens tegen mij, je moet niet zoveel hooi op je vork nemen. Maar ik heb het niet van een vreemde. Nee. Maar, ik heb mijn hele leven gedamd. Dus ik ging ook altijd naar die dam, Nederlands kampioenschap dammen. Dus ik kende nogal wel wat mensen in die damwereld, hè? Ja, ik weet dat, want ik ging als kind mee, weet je nog? Naar Ton Sijbrands en zo. Ja, zeker. Ja. En ik was een bekende jongen. Toen de tijd heel erg. En als ik daar dan kwam, oké, bekende jongen. Als de journalisten waren, die zeiden, meneer Brouwer, kunnen wij een interview en u bent geïnteresseerd in dammen. Ja. Dat gebeurde met enige regelmaat. Tot verdriet van de dammers, want als ze met mij praten, kunnen ze niet over dammen praten natuurlijk. Maar goed, dit even terzijde, zou zij van het zeggen. Ja. Maar, kijk, zoals tiddeli, diddeli, doem, doep. Dat is iets waar je mee bezig bent, hè? Zo loop ik al jaren met het idee, toen de tijd, om een groot damtoernooi te organiseren. Echt top. Maar daar moet je natuurlijk geld voor hebben, hè? Ja. En daar ging ik over nadenken, op een gegeven moment toen dacht ik van... Als ik nou eens naar mijn buurman toe ga, dat zie je Maas, dat is een hele rijke fabrikant hier in Harderwijk. Ja, want wij waren inmiddels verhuisd naar hier, hè? Want, hè, van Laren naar hier verhuisd, terug naar waar je geboren bent en wij woonden hier. Ik leg die man dat uit wat ik in mijn hoofd heb en toen zegt hij, wat gaat dat kosten? En toen sloeg ik echt werkelijk zomaar... Dat ga ik nu niet zeggen hoeveel, want hij kan daar ook naar kijken. Ja. Toen zegt hij, nou, dan moeten we dat maar doen. Ja. Ja, want ik weet nog, pa, dat jij zei... want ik was hier natuurlijk bij betrokken. Want ik werkte bij Maars, ik liep stage bij Maars. Ik weet nog dat jij zei... Hoog over schaaktoernooi, Maars werelddamtoernooi. En daar, volgens mij, verkocht jij dit evenement op. Ja. 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 Dan praat ik over een aanzienlijk bedrag, hoor. Ja. Ja. En toen ineens, toen dacht ik, dat moet ik doen. Ja. En dat betekent ook ineens dat ik er weer een enorm partijwerk bij had. Weer werkte erbij. Ja. Maar, en ook nog eens een keer, omdat jij dacht, dat dammen. Ja. Ik liep stage bij Maars samen met Evelien, nu al sinds die tijd mijn beste vriendin. Dus dan hebben we het ook gunstig, al dat. 30 jaar, beste vriendin. Maar ik weet nog dat jij ook nog vond, dammen, PR-technisch, want je had net een hoog bedrag losgepeuterd van Maars. Dus je vond dat er ook wel wat terug moest komen. Ja. Wat kan ik daar nou mee doen dat het ook nog een beetje interessant is voor de pers? Ja, daar had ik Harm Hiersma ooit tegen mij gezegd van, ik zou wel eens in een stadion een groot dambord, dus het was niet van mezelf, dat is eigenlijk de boodschap, en dan... auto's tegen elkaar laten dammen. Nou, dat heb ik dus toen weer voor de dag uit mijn kastje gehaald. Dat idee, ja. Dat idee. En voorgelegd aan jullie. En daar waren jullie heel enthousiast, dat weet ik nog. Ja, vonden we echt geweldig. Ja. Schoot in de roos bij jou. Ja, Nou, in ieder geval, er kwam het erop neer een groot dambord te maken bij 100 bij 100. Ja. Bijna. Uitrekenen hoe die auto's daarop konden rijden, zo. Ja. En dan 20 zwarte panda's, Fiat's. Tegen 20 witte. Ja. Nou, wat fantastisch. Het was een waanzinnig leuke productie. Ik zie nog zo ons allemaal bezig. Mensen die dat veld wit aan het spuiten waren voor die vlakken. Heel bijzonder. Mensen die zorgden dat die auto's allemaal keurig recht stonden. En RTL Nieuws was er. Ja, ja.
werd 's avonds uitgezonden, 's morgens vroeg uitgezonden. Ja. En dan hadden we nog een, de pers, de Volkskrant stond het nota bene. Voorpagina Volkskrant, ja. Ja? Ja. Ja. Toen Maas dat allemaal zag en toen het achter de rug was, toen zei hij tegen mij, ik had gedacht dat we er nog wat meer bij moeten doen. Voor het komende één keer in de twee meer jaar. Budget. Ja. Meer budget. Nou, ja. Dus toen had jij inmiddels, ik zeg het nog maar gewoon even, de Gebroeders Brouwer met Klaas-Jan Mulder. Je had KM gedaan, je had de Clarion Singers gedaan, ja. Je was met evenementen bezig. Ja. Je dank was ook in die tussentijd, waren wij ook al een keer of 4, 5 verhuisd zo met ons gezin, weet ja. Je wel. Dus het was allemaal... Ja, dat gebeurde er even tussendoor. Hè? Ja, dat ging gewoon tussen de soep en de aardappelen door. Maar je was super druk, ook nog steeds met de Gebroeders Brouwer. Hè? Ja, ik bedoel, dat was nog, dat was niet naar de achtergrond verdwenen. Nee, absoluut niet. Nee, want die nam ik steeds mee. Ik kan me nog wel herinneren dat ik tegen Henk zei, wil jij dan, je bent ook wel een damliefhebber, wil jij niet mee, al doe je alleen maar op papier mee. Want ik bedoel, ik kan veel makkelijker Gebroeders Brouwer, die organiseren zo'n damtoernooi, ja, als dan Rende Brouwer. Ja. Ja. Maar dat wou hij niet. Nee. Nee, dat vond hij te ver bij hem weg. In welk jaar, we praten nu over de eerste damtoernooi, was 1990. 90. Ja, ja. 91 volgens mij. 91. Hey, en dan ben je super druk. Ja. En dan ineens blijkt oom Henk ziek. Dat is heel wat jaartjes later. Welk jaar was dat? Dat was in 1997. We waren net 14 dagen naar Amerika geweest. Echt een geweldige reis gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat we aan een zwembad zaten. En er zat Klaas-Jan Mulder met Henk, met die grote armen, een bruine kop, je zag er fantastisch uit nu. Ja. Echt. En 14 dagen later in Nederland, toen bleek dat het niet in orde was. Toen moest hij voor onderzoek en toen was het helemaal fout de boel. En wat gebeurt er dan? Ja, dan stort alles in elkaar. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Want hij ging meteen de molen in van onderzoeken. Ja, dat was echt vreselijk. Ja. Ja, dat heeft bij nader inzien heeft dat wel 20 jaar bij mij geleefd. Ja. Dat was ik me niet bewust, maar die muziek, dat vroeger de gretigheid van de posthoornengalop. Oh ja, de posthoornengalop. Die gretigheid, die was ineens helemaal weg. Ja. Afgelopen, overuit. Ja. Maar jij had een iets... zeg maar twee kanten te verwerken, dat wil ik zeggen. Want jouw broer was heel erg ziek. Ja. Dus als broer, ik bedoel, mijn zus was vorig jaar heel erg ziek. Ik heb dat meegemaakt als, en dat ging gelukkig allemaal heel goed uiteindelijk. Ja. Maar was best even een tijd heel spannend. Ja. Dus als broer ben je bezorgd en maak je dat allemaal mee. Tegelijkertijd, jullie waren ook zakenpartners. Jullie waren een duo. Hoeveel optredens heb jij moeten afbellen omdat jullie niet meer konden spelen? Nou, dat weet ik toevallig nog. Dat waren er 63. Ook een droevige rondgang van afzeggen van werk. Ja. Echt droevig. Maar ja, echt een moeilijk onderwerp hoor. Ja, dat begrijp ik. Het hoort ook bij het leven. Wat ik ook heel lastig vond, kijk, hij moest afscheid nemen van zijn vrouw en noem maar op, en van mij. Maar ook van, kijk, we hadden ons hele leven die trompet, ons sound was ook afgelopen. Dat was weg. Ja, ja, want dat kan je met niemand. Ja, jullie hadden een... Maar dat was ook, weet je, ik kan me ook herinneren, ik heb in kerken gezeten dat jullie officieel optraden, maar ik kan me ook herinneren familiefeesten, waar ook altijd die trompetten op een bepaald moment uit de koffers kwamen en dat jullie gingen spelen. En al had je een bakkie op, het was toch nog altijd een sound samen, weet je wel. Zelfs als het een beetje gammel was, was het nog... Jullie geleden, waren natuurlijk... geleden onder de tijd. Ja, maar jullie waren natuurlijk gewoon broers en dat hoorde je ook terug in dat samenspel. Ja. Je begreep elkaar gewoon, weet je wel. Ja, maar dat was een...
dat was, ja, was ineens over. Ja. Ik bedoel, ik heb, ben gestopt met werken, maar ik heb nooit meer wat gedaan. 20 jaar lang heb ik niks gedaan. Jij hebt je trompet volgens mij echt letterlijk nooit meer aangeraakt. Nee. Heb je hem nog wel, die trompet waar je toen... Ik heb ze nog wel. Oké. Maar ik bedoel, op een gegeven moment, dat hetzelfde is hardlopen, dat moet je bijhouden, de ambouchuur. Ja. En dan pak je dat ding en dan klinkt het helemaal nergens naar. Nee, maar je kon het ook heel lang niet meer, hè? Want ik bedoel, het was gewoon klaar. Het was allemaal te moeilijk. Het begon al wel te komen dat wij er wel eens over hadden, hoe moeten we nou hier een eind aan breien, hè? Oh, daar waren jullie wel? Ja, daar waren we wel af en toe in de auto. En we bespraken altijd alles in de auto, omdat we eindeloos in die auto zaten. Ja, hoe doen we dat nou? Ja, als we nou eens met die lichte muzen, als we daar nou eens mee beginnen, dan om dat te stoppen. Ja. En dat heeft Henk nog meegemaakt, daar ben ik mee gestopt. Oké. Want ome Henk is echt niet oud geworden. 52. 52. Ja. Oké. En jij was toen dus 56. Ja. En dan houdt ineens, behalve dat je je broer verliest, houdt je werkende bestaan gewoon op. Op je 56ste. Ja. Ik was 55 toen het gebeurde. Oké. Ja, toen was het afgelopen. En dan? Ja, ik bedoel, dan zit je verbaasd van je af te kijken. Ja. Gelukkig bleek dat mijn financiën stonden er zodanig bij dat ik al die jaren min of meer een beetje voor Jan Joker had gewerkt. Want ik had lekker gespaard. Ik kon me goed redden met Caroline de salaris erbij. Hè? Ja, goed, dat is al een hele zorg minder natuurlijk. Ja, want dat wist ik op dat moment ook nog niet. Hè? Nee, dus dan moest je ook nog gaan zitten rekenen van, moet ik nog alleen verder met mijn trompet? Ja, dat was niet de meeste... Nee. Maar toen heb je eigenlijk helemaal niet... Je hebt ook niet meer geproduceerd. Je hebt ook geen evenementen meer georganiseerd. Er was geen trompetist meer. Nee. Je hebt je echt teruggetrokken. Ja. Je hebt een beetje gekeken naar je financiën. Hoe sta ik ervoor? Kan ik het een beetje redden? Je bent zelfs nog een tijdje gaan beleggen. Gewoon andere dingen gaan doen. Ja. En toch, pa, jaren later... Wat ik fantastisch vind. De sociale media kwamen op. En jij ging toch weer de aansluiting zoeken tussen online en de muziek. Hè? Ja. Je ging je verdiepen in Facebook. Je ging een YouTube-kanaal opzetten. Je ging je verdiepen in Spotify. Ja. En nieuwe muzieksamenstellingen maken. En daar ben je nu mee bezig. Ja, dat is nu aan de orde. Ja. Mijn andere Han, die op een gegeven moment die komt met een... Met dat in het begin met... Ik kan het niet eens uitleggen, want hij had een foto van ons. Een hele mooie foto met Klaasje Mulder in een kerk. Witte pakken aan. En die had hij op Facebook had hij dat gezet. Ja. Han is overigens toen, mijn zwager, hè? Ja, mijn schoonzoon. Ja. En toen, die foto was echt een fantastische foto. En meteen raakte me dat weer net als die posthoorn gelopen. Ja. Dan denk je, god, verdikkers is toch wat, hè? En je had nogal repertoire. Ja, heel veel. Heel repertoire. Veel, hè? Ik bedoel... En toen ben ik daarin gedoken. En dat is hetzelfde effect als met posthoorn gelopen. Dan begint het, dan houdt het nooit meer op, weet je wel. Ik ben nu zover dat al het repertoire wat ik goed bevonden heb, dat staat nu op Spotify en, hoe heet dat andere? YouTube? Muziek, weet je wel. Ja. Dat staat er allemaal op. Dus de volgende stap is voor mij om dat te gaan promoten. Ik heb een deal met een platenmaatschappij, maar het loopt nog niet helemaal lekker. Ik ga gewoon door. Ja. Dus, maar hoe gek moet dit voor jou zijn? Jij komt uit de... Ja, misschien vind je het helemaal niet gek, maar ik denk dan... Jij komt uit de wereld dat er platen en of cd's, hè, LP's en of cd's, geproduceerd werden. Ja. Hè, daadwerkelijk geperst werden. Die gingen dan naar een platenwinkel. Die werden weggebracht. En, spots op tv of in bladen en dan verkocht je het. En nu... Dan ben je gewoon midden 70 en dan ontstaan er ineens platformen waar je muziek gewoon op staat. Ja. Eerst denk je, word ik daar wel voor betaald? Wat is dit voor onzin? Ja.
En nu ben jij zelf lijsten aan het maken. Hoe anders is dat? Ja, ik vind het fantastisch dat dat allemaal mogelijk is. Dat ik zet dus nu, als ik straks naar binnen ga, dan maak ik even een berichtje. Ja? Ja. En dan zet ik een cd van mij op, of een plaatje erbij, en muziek in ieder geval. En ik druk op een knop en dan is het over de hele wereld. Overal. Je krijgt reacties van mensen vanuit hele andere echt werelddelen. Echt niet te geloven, waar ik uit China, uit overal krijg. En het grote voordeel van mijn repertoire is, het is allemaal instrumentaal. Ja. Dus in China snappen ze het. Ja. Maar overal snappen ze het. Ja. Ja? Dus zie je hier nog een carrière in? Nou, dat is al bezig, denk ik ook. Ja. Ja, het kan zomaar. Dat is al bezig. Maar ik bedoel, ik heb altijd nog mijn Carolien. Ja. Dus de grote Carolien, ja, zoals wij mijn dat moeder noemen. Ja. Die heeft natuurlijk ook wel een vinger in de pap, hè? Als die tegen mij zegt, nou is het afgelopen met de muziek, dan is het ook gebeurd, hè? Maar het is dat toch heerlijk? Ze niet, hoor. Nee, wou zeggen, het is toch heerlijk om mee bezig te zijn? Zeker. Je houdt van muziek, zij houdt van muziek. Ja. En dat je op het moment dat je eigenlijk al lang denkt, ik ben met pensioen. S'avonds zit ik bij het vuurtje en dan, ik heb ook mijn eigen muziek wat ik mooi vind. Ja. En dat is dus Burt Kempfert. Ja. Weet je, echt fantastisch. En dan zit ik bij het vuurtje dat af te draaien en dan vinden ze het dus echt mooi. Dat zijn allemaal die melodieën die wij samen vroeger in de auto in die auto zaten te zingen. Ja. Elwood. Ja. Stardust. Ja. Ja. Dus je bent inmiddels, hoe lang zijn jullie nu getrouwd? 51 jaar. Ja. En dan ben je eigenlijk op dat moment weer terug bij dat af. Je... Na toch een huwelijk waarvan je kan zeggen, het heeft alle kanten gezien. Pa, hebben we nog dingen gemist die je nog graag wil vertellen? Waarvan je denkt, hé, daar hebben we nog... Ik vond het ik denk dat het een geslaagd interview is. Ik zag er wel een beetje tegenop, omdat ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat ik geïnterviewd word door mijn dochter. Nee. Dus ik, ja, maar dat viel me toch erg ik mee. Ik heb toch geen rottige vragen gesteld, hè? Nee. Nee, dat... Had ik dingen kunnen vragen waarvan je dacht, dat had ik toch liever niet verteld. Ja. Ik bedoel, dat is niet voorgekomen. Kan ik nog verwachten dat uit de tijd dat je in Den Bosch rondwaarde... Nou ja, dat was wel een precaire tijd, weet je wel? Ja. Ja, daar hadden maar goed, wat dat betreft heb je niet goed doorgevraagd. Misschien wou ik het ook wel niet. Misschien wou ik niet. Ik zou zeggen, laten we er een lekker drankje op nemen als jij zegt, ik heb alles verteld. We hebben... Ik denk nog even na. Denk even na. Ja, volgens mij hebben we alles gehad. En ik vond het hartstikke gezellig. Ik vond het ook gezellig, pa. Ja, ja. Nou, ik vind het leuk dat... Laten we dit doen. Ik heb van ma een... dit is voor mij ook een première. Een advocaat met slagroom gekregen. Wat zetten we op om deze kleine borrel van muzikale omlijsting te voorzien? Wat zet ik aan? Solfège. Solfège? Ja. Ik zoek het erbij. Hou je glas even vast. Het is de meest unieke productie van de laatste 15 jaar, durf ik wel te zeggen. Oké, ik zet hem aan. Mensen zouden elkaar de kop inslaan vanwege het feit dat ik ben voor en ik ben tegen. Ja. Nou, hier. Ik zet hem aan. Oh ja. Deze werd ook langs de lijn gedraaid. Langs de lijn, moet je nagaan. Dat programma kent op Radio 1? Ja. En Koos Postema die zei, het schijnt een hele leuke plaat te zijn. Oh, geweldig. Ja, mooi, hè? Koos Postema ook. Ja, ook wat een gozer ook, hè? Een heel ondeugend mannetje. Ja, ja. En toen kwam ik hem later tegen bij de jongen en zei ik van, je was nogal gecharmeerd van die solfège, hè? Toen keek hij me heel erg aan. Hij vond het helemaal niks. Ja. Nou, pa, ik vond het hartstikke leuk. Ach, dankjewel. Nou, voor dit mooie jullie ook, hè?